Na 40 jaar was sportaccommodatie De Roodloop in Hilvarenbeek toe aan vervanging. Destijds ontwikkeld en gebouwd door Pelikaan Bouwbedrijf, dus werd hen ook nu weer gevraagd een voorstel uit te brengen. Samen met Hellebrekers Water en Leisure Techniek gingen beide partijen aan de slag met de hoge eisen die de gemeente aan de nieuwe accommodatie stelden. Ze vroeg onder andere om een onderhoudscontract met prestatieverplichtingen om zo verrassingen te voorkomen. Ook het minimaal verbruik van energie, dus zeer goede isolatie in combinatie met energiezuinige installaties, was een belangrijke vereiste. En er moest rekening gehouden worden dat het gebouw, naast zwemmen, fitness en andere sporten, ook een belangrijke sociale functie heeft. Het eindresultaat is het eerste openbaar toegankelijk verwarmd zwembad van Nederland zonder gasaansluiting. Waar de onderhoudskosten 20 jaar lang zijn gegarandeerd. Maar veel belangrijker nog, het multifunctionele gebouw voelt voor veel inwoners als een tweede thuis in een gemeente die trots mag zijn op het eindresultaat.